Hoi, hoi. Iedereen die kijkt, welkom. Er is een hittegolf in aantocht en dat vervult mij met verdriet en wanhoop. Ik kan er echt niet tegen. Ik heb besloten deze twee om te ruilen. Deze komt naast het bed te staan, want er zit een afstandsbediening bij. Dat is natuurlijk super handig. Het is een oudje, maar hij doet het nog wel goed. Die had ik al in het vorige huis, dus dat is al 12 jaar geleden. Dus die is op zijn minst 15 jaar oud. Je kunt onderin water doen. Daar zit een reservoir. Dus het is geen airco, maar daar kun je water in doen met een koelelement. Dat heb ik nu, tot nu toe nog niet gedaan. En dan kun je hem zo vanzelf aanzetten. Zit de stekker erin. Ja, hij doet het. Dus dat is bij het bed wel handig. En hij maakt ook iets meer lawaai dan die andere. Die is wat nieuwer. Ik zet hem even af. Dus dat is met televisie kijken iets minder. En die nieuwere, die is wat stiller. Geen afstandsbediening heeft hij, maar dat geeft ook niet. Dat is de bedoeling. En dan ga ik straks na het eten zoveel mogelijk boodschappen doen. Ja, als het 30, 35 graden wordt, jongens, jongens, jongens. Dat zie ik niet zitten, dus dan blijf ik binnen natuurlijk. Maar het eten en vooral ook drinken moet wel doorgaan. Ja hoor, er zit ook water in de kraan, I know. Nou, ik besluit met iedereen heel veel sterkte te wensen die er ook niet tegen kan. Misschien wel ziek of chronisch ziek is. Want dat is allemaal echt niet zo grappig. Het zijn serieus extreme omstandigheden. Goed blijven drinken. En ja, hopelijk gaat het snel voorbij. Hartelijke warme groetjes van mij. Bedankt voor het kijken. Doei.